boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En goedemorgen bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag matchday tussen OHA Leuven en FC Lens. Het is een match. Het is een gala-match voor OHA Leuven. En ik neem jullie vandaag mee naar OHA Leuven tegen FC Lens. De match is om 3:00 vanmiddag. En het is nu 6:40 morgens. Ik heb me al in tenue klaargezet. En ze weet om 8:50 heb ik de bus naar Leuven. De bus naar Antwerpen. Roosevelt. Voor daar de trein te nemen naar Leuven. Dus ik neem jullie mee naar de vandag en naar de galamatch tussen OHA Leuven en FC Lens. Oké, boys en girls, nu ben ik dus onderweg naar de Bezalte. Ik ben dus onderweg naar Louvain, naar Leuven. Dat is weer eerst nog in Antwerpen naar de Delhaize gaan. Voor wat drinken. En yeah, let's go. We gaan nu dus naar de Bezalte. Want vandaag is de vandag van OHA Leuven en ik ben erbij. Dus ja, let's go. En ik ga proberen de hele dag te vloggen. Stef Coloos komt ook optreden. De Sergio ook. En ik kan contact maken met de spelers straks. Om 5:45. Komen de spelers een handtekeningssessie doen en om 4:45 de vrouwen en de U23. Dus ja, we gaan heel goed. We gaan een hele leuke dag beleven op OHA Leuven. En William Malekwisha van Standaard is eigenlijk ook van Leuven. Dus ja, let's go. Ik hoop dat hij vandaag speelt. Let's go. Oké, boys en girls. Nu ben ik dus in Leuven. En ik ben aan het wandelen naar het stadion. Ik heb juist de trein gepakt. Van Antwerpen naar Leuven. Ik moest langs de luchthaven passeren. Want de trein langs Aarschot reed niet. Dus nu ben ik onderweg naar het stadion. Dat is goed. Oké, boys en girls, goed op aankomen in het stadion. Allee, direct al in de tribune. Tribune 1, met goed uitzicht op de hele grasmat. Dus, doen we nu aan het drinken. Tweede van de dag. En het stadion is echt kei nice. Er zijn al supporters van Lens hier. Dus let's go. En ik heb net maar getrapt. Penalties getrapt. Het hoogste dat ik kon trappen was 77 km per uur. Dus ja, let's go. We gaan genieten van de match nu. Oké, boys en girls. Ik ben weer thuis van OHL. Ik ben weer thuis van OHL tegen RC Lens. En het was best wel een boeiende wedstrijd, zal ik het zo zeggen. Het was echt wel een goede wedstrijd. Het ging best wel gelijk op. Maar daarna, na de 75ste minuut of 70ste minuut geloof ik, is de boel ontploft bij de supporters van RC Lens. Jullie horen het goed, bij de supporters van RC Lens. Ze zaten dus in het uitvak. Maar omdat vak 202 bij ons meer plaatsen heeft nu, is het daar ook een beetje
vaak 202 was, ook met een rijder en zo. En er waren wat amokkenmakers bij Laos. En die klommen dus over, ja, die klommen dus uit hun tribune om daar vak 202 te gaan, dus een vak verder. En die gingen dus, allee, die wouden dus vechten. Oké. Ze hebben dus uit hun vak gegaan. Ze wouden naar het vak, allee, vak 202 gaan. Van de OSL supporters. En al bij al is er eigenlijk niks ernstig gebeurd. Ja, dus de mannen van vak 202, die waren aan het gaan, maar aan het gaan in een plezierige manier. En dan hadden die van Lens, de eerste 70 minuten waren die ook heel erg plezant. Want er zijn echt wel, die waren een vol vak. Wat ik niet had verwacht voor een ploeg, voor een Franse ploeg en zo'n verre verplaatsing. Eigenlijk een verplaatsing voor hun in het buitenland. Dus ik had dat niet verwacht. En chapeau naar de Lens supporters die er waren. Die daar voor speciaal naar België zijn gereden. Naar Leuven zijn gereden. Heel erg chapeau. Maar er zijn er tussen geweest die daar wangedrag vertoonden. En die dat dus wouden vechten. Die dus kwamen voor amok te maken. Oké, een tiental man is uit hun vak gegaan en naar vak 202 gegaan en daar willen vechten. Er is politie moeten tussen komen, ik denk 4 of 5 politiepersoneel, of ja, politieagenten zou ik zo zeggen, tussen moeten komen. Dan hebben ze nog 2 minuten verder gespeeld. En dan begon het weer. En dan zijn ze een kwartiertje, 20 minuten binnen geweest. Want de sfeer was het allemaal wel afgekoeld. En dan hebben ze de laatste 20 minuten verder gespeeld. En ja, het was echt wel een heftige wedstrijd. Ik heb op een gegeven moment me gewoon... ja, niet veilig gevoeld in het stadion, maar niet voor te zeggen van niet veilig en dan weggaan. Nee, ik ben toch gebleven. Ik heb tot het laatste fluitsignaal heb ik gebleven. En dan ben ik direct naar buiten gegaan. Ben ik naar de Leiden aan het stadion geweest en heb ik eerst een fles water gekocht. Omdat ik toch wel een redelijk grote dorst had. En ik had al redelijk veel opgedaan in het stadion. Van eten en aan drinken. Want het eten en drinken in het stadion is echt wel duur. En dat was dus zo'n beetje mijn dag vandaag. Het was echt wel plezant. Ik heb niet te veel van de sfeer gefilmd. Omdat ik zoiets had van, ik moet in de moment genieten. Maar ik heb wel aan het begin van de wedstrijd gefilmd. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video en aan de uitleg genoten hebben op het laatste van alleen het laatste van de dag. Ik vond het echt wel plezant om jullie dus deze vlog eens te maken. Het was dus een matchday vlog en ja, let's go. Ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Wanneer weet ik nog niet, omdat ik op vakantie ook nog ga met mijn grootouders. En ik moet nog een beetje wisselen met dat schema. Dus ik denk vrijdag in de IFC-video. Ja, vrijdag. Ik check jullie guys graag terug vrijdag bij de IFC-video. Let's go. Ik check jullie guys vrijdag bij de IFC-video. Let's go. Bye bye. Bye bye.